Goedendag, dames en heren. Ik ben Philip. Ik vind dat Geert Wilders absoluut geen bedreiging vormt voor onze democratie. We hebben net een interessant betoog gehoord van de voorstanders van deze stelling dat Geert Wilders wel degelijk een gevaarlijke vorm voor de democratie. Ik ben het er absoluut niet mee eens. Deels omdat er een hoop kromme redeneringen in het betoog zaten. Dan wil ik graag ingaan op het element van alleenheersing van Geert Wilders. Er is bij Geert Wilders eigenlijk geen sprake van alleenheersing. Hij heeft een partij en in die partij is hij dan wel eigenlijk, mag hij zelf zijn eigen beslissingen maken. Hij staat er bovenaan, hij is de heerser van zijn partij. Maar hij is niet de enige hier in Nederland. Er werden vergelijkingen gemaakt van Geert Wilders en gevolgtrekkingen tot dictator. En dat hij andere beslissingen kan nemen dan hij oorspronkelijk geformuleerd heeft in zijn oorspronkelijke beleid. Maar hij is niet de enige hier in Nederland. Stel hij zou op zo'n manier verkozen worden, dat er zoveel mensen achter hem staan, dat hij minister-president zou worden. Een minister-president kan ook niet alles zomaar maken wat hij wil. Als hij oorspronkelijk zegt, ik ga dit doen, en dan zegt hij, nou, we gaan het compleet omgooien, we gaan het maar even over een andere boeg gooien, ik wil vandaag dit en dit en dit zien gebeuren, dan zijn er nog tientallen of honderden minstens mensen die daarmee akkoord moeten gaan. Hij is niet de enige die het hier voor het zeggen heeft. Dat is dus een enorm kromme redenering dat vanwege de alleenheersing van Geert Wilders dat hij een gevaar zou vormen voor onze democratie. Daarnaast werd gezegd dat hij niet bereid is tot samenwerken. Dat is dan eigenlijk in feite zijn eigen probleem. Dat maakt hem geen gevaar voor de democratie. Als hij niet bereid is om samen te werken in een coalitie, om een regering te vormen, nou ja, dat is dan zijn probleem. Daar heb ik geen behoefte om daar iets aan te doen. Als hij er iets aan wil doen, dan vind ik het goed. Maar doordat als hij niet bereid is om samen te werken, dat maakt hem geen gevaar voor de democratie. Denkt u niet dat als hij toch voldoende stemmen krijgt zoals u net schetst en hij mag regeren, dat hij wel een bedreiging is voor de democratie, omdat de democratie staat voor samenwerking en aan het volk luisteren? Wilders luistert. Ja. Nou, het is dus niet mogelijk dat hij in zijn eentje komt te regeren. Eigenlijk is dat nooit mogelijk. Het is tot nu toe in ons land is dat ook nog nooit voorgekomen. Hij kan niet in zijn eentje gaan regeren en het zal niet gebeuren. Dus zo kan het ook geen gevaar vormen voor de democratie. Mocht het zo geregeld zijn dat hij stel hij krijgt alle zetels van de Tweede Kamer en zijn complete groep aanhangers die bezetten elke zetel van de Kamer, dan zou het een probleem opleveren, ja. Maar dat kan niet gebeuren hier in Nederland. En zo is het dus helemaal niet gevaarlijk. Zo vormt Geert Wilders dus geen gevaar voor de democratie. Vervolgens werd gesproken over populisme. Dat hij veel schreeuwt om niets en dat hij niet met oplossingen komt. En weer is dat eigenlijk, nou, als hij niet op een bepaalde manier wil werken, dan is dat zo. Maar dat zorgt niet dat hij voor gevaar vormt. Als ik hier hard loop te schreeuwen, dat betekent niet dat wat ik doe, wat er naar wordt geluisterd. En wat er waarschijnlijk gebeurt is, als ik hard ga schreeuwen, dat de rest zich juist meer tegen mij afzet. Ik wil graag een definitie geven van democratie. Laat u maar even zitten alsjeblieft. Democratie, van de Griekse woorden demos en kratos, stem en volk. Democratie gaat over de stem van het volk. En als iemand, als het hele volk moet achter hem staan, wil er iets gebeuren. Nu gebeurt dat niet, omdat er ook een hele hoop andere partijen zijn die het interesse van het volk wekken. Hij is pas een gevaar als hij de democratie wil inperken. En die kans kan hij niet krijgen, die kans zal hij niet krijgen. En zo zal hij dus geen gevaar vormen voor de democratie. Hij is een belangrijk onderdeel van de democratie, omdat hij net als iedereen kan zich verkiesbaar stellen. Hij kan mensen naar zijn kant trekken, hij kan mensen interesseren voor een bepaald politiek beleid. Hij is een deel van de democratie en hij is geen gevaar voor de democratie. Want hij is eigenlijk samen met een hele grote groep andere mensen, verschillende mensen, is hij de democratie. Hij heeft dezelfde rechten als ieder andere persoon hier in Nederland, als elk ander politicus. Hij heeft niet meer mogelijkheden dan een andere persoon. Hij kan precies hetzelfde doen wat elke andere politicus of elke andere willekeurige persoon op straat die zich voor de politiek interesseert of zich kiesbaar wil stellen. Hij kan precies hetzelfde doen. Hij heeft niet meer rechten of niet meer macht dan andere mensen. En ook al heeft hij de zeggenschap in zijn partij, dat maakt dat hij wel meer macht heeft in zijn partij. Maar ja, buiten zijn partij, daar loopt hij een beetje tegen een glazen muur aan. Want buiten zijn partij kan hij dus vrij weinig doen als hij maar door blijft schreeuwen. En hij kan geen gevaar vormen voor de democratie, omdat de democratie hem daar simpelweg niet de kans toe geeft. Er werd door de voorstanders gesproken over gevaren door alleenheersing in zijn partij, wat dus eigenlijk in feite niet klopt. Dat hij niet bereid is om samen te werken, dat is gewoon hartstikke zijn eigen probleem. En dat hij veel schreeuwt. Ja, nou ja, ik heb niet de behoefte om er iets aan te doen.
en dat is ook niet nodig, want met het schreeuwen bereikt hij toch niets.